U zegt dat u bent gestopt met het sturen via uw privé-mailadres. Wanneer bent u ermee gestopt? Nou, deze week. Deze week pas? Ja. Het is om veiligheidsredenen niet toegestaan om je privé-mailadres te gebruiken. Althans, het wordt ernstig ontraden, zo heet dat dan. Dus ja, dat had ik niet moeten doen. Volop commotie over de handelswijze van minister Hugo de Jonge. Uit appverkeer zou blijken dat hij betrokken is geweest bij de mondkapjesdeal met Siewert van Linden. Daar wil hij nu nog niet op ingaan. Hij wacht het debat van donderdag af. Maar, zegt hij wel in een interview, ik heb mijn privémail gebruikt voor werkgerelateerde zaken en dat wordt sterk ontraden. Het wordt ernstig ontraden, zo staat het in de instructies aan bewindslieden. En dan denk ik, ja, jemig, ik moet vanavond dat stuk wel even lezen en ik kan nu even niet in mijn mail. Stuur het maar eventjes naar mijn iCloud. Zo gaan die dingen. Of de tas is al dicht, dus je kan niet meer via de tas een stuk meekrijgen. Nou, dan moet het even via de mail. En dan kun je er net niet in die avond. Dan is er weer eens, je wachtwoord weer eens verlopen, weet je wel, dat soort dingen. Of je wilt even een stuk van een speech aanpassen. Kan niet in dat programma. Kan wel heel makkelijk, ik hou erg van Apple, kan wel heel erg makkelijk op je iPad. Nou, dan stuur je het even door naar je privéadres. Waarom is het zo cruciaal of een minister al dan niet zijn privémail gebruikt voor werkgerelateerde zaken? Omdat de besluiten die je als minister neemt, die moeten controleerbaar zijn. En door je werkmail te gebruiken, dan wordt alles goed opgeslagen. En dan kunnen we kijken, ook als je geen minister meer bent, welke besluiten je hebt genomen, met wie je contact hebt gehad. En dat is belangrijk voor het democratisch proces. Zij heeft hier zitten schacheren en sjoemelen en zich niet aan de regels gehouden. En dingen dus onder het tapijt weten te vegen, want die zijn niet meer... te achterhalen waarschijnlijk, wat hij daar allemaal heeft uitgespookt. Nou, volgens mij hebben we daar afspraken over gemaakt, democratisch in dit land, dat we dat niet doen. Dus dat is dan niet zo goed. Hij zegt, je komt 's avonds thuis, lange werkdag, je moet nog snel een mail beantwoorden. Er zitten heel veel verificatie, heel veel controles op, duurt allemaal te lang. Ja, dan gebruik ik even snel mijn privémail om nog wat zaken af te handelen. Ja, weet je moet wel heel erg slecht zijn om zoiets allemaal te kunnen verzinnen. Maar goed, we zullen donderdag een debat zien. Ik vind het allemaal rotsmoes. Ik snap wel dat het makkelijk is, maar u snapt de gevoeligheid daarvan denk ik toch ook wel, dat het ook veel vragen oproept bij Kamerleden, zeker in tijden van corona en ja, hele belangrijke besluiten voor de hele samenleving. Ja, maar ik zeg ook, het hoort niet. Hè. Het is ook tegen het advies in aan bewindspersonen om dat te doen. Dat heeft te maken met de beveiliging. De beveiliging thuis is minder goed dan de beveiliging op de zaak. Ja, als je s'avonds even een stuk nodig hebt en dat wordt gemaild naar een mailadres en daar kun je dan niet bij, is dat wel ongelooflijk onhandig. Of als je even iets wilt aanpassen in een stuk en dat lukt niet in dat programma, is dat wel zo onhandig. Dat ik denk, joh, dan stuur ik het even naar mijn privémail. Dan kan ik het van daaruit eventjes beantwoorden, terugsturen naar de zaak en klaar. Ik snap die feitelijke onderbouwing, maar u heeft dus niet op dat moment het besef van, als ik nu mijn privémail gebruik, is het misschien makkelijker. Maar is het, als we kijken naar hoe we als ministers ons werk doen, gewoon zeer onwenselijk, omdat je minder makkelijk kunt controleren welke communicatie er is geweest? Nee, dat is wel te controleren natuurlijk. Want als je een WOP-verzoek indient, dan wordt gewoon gezocht op alle documenten binnen het departement, alles wat er is toegestuurd, ook aan privéadressen. Dus dat kun je gewoon... Behalve als een privémail van een privémail naar een privémail wordt gestuurd, toch? Dan is dat niet zo, maar via een WOP-verzoek te openbaren. Dat is altijd zo natuurlijk. Ja. Dat is altijd zo. Dus het zou mogelijk zijn om te communiceren zonder dat met een WOP-verzoek openbaar gemaakt kan worden. Ja, maar dat is nu allemaal wel heel ver gezocht. Waar het om gaat is, ik heb een privémailadres gebruikt. Nou, dat wordt op dit moment onderzocht voor welke documenten, hoe vaak, et cetera. Dat onderzoek, dat komt gewoon op korte termijn. En dan... is dat ook duidelijk, wat er aan wie is gemaild, et cetera, welk type stuk het omging, hoeveel het omging, dan is dat ook duidelijk. Als u aan mij vraagt, is het nou verstandig om het te doen, zeg ik, nee, dat is niet verstandig om te doen, dat licht ik zojuist ook toe. En dat heeft alles te maken met de veiligheid. Van de WOP staat het los. Ik heb nog één laatste vraag, als het gaat over die betrokkenheid. Hè? U zegt voor de camera, ik ben daar niet bij betrokken geweest. Voor de burger, die ziet een minister die een aansporende app stuurt aan een ambtenaar om een mondkapjesdeal in werking te zetten. Dat is dan toch in de volksmond betrokkenheid? Kijk, dit is nou juist het punt. Hoewel het dus staatsrechtelijk heel erg ongebruikelijk is om te doen, wil ik juist om deze reden gewoon graag toelichten hoe het zit. Maar dat toelichten doe ik eerst aan de Kamer. Aanstaande donderdag, in het debat wat er dan toch is. Dat is de reden dat ik de voorzitter heb gebeld. Ik wil graag toelichten hoe het zit. En dan weet u het ook. Maar ik ga niet nu met u deze vragen beantwoorden. Ik ga dat echt eerst aan de Kamer laten doen.